ek moet draak nou 'n bietjie van 'n gewoonte net, sommer twee gomas, nie net een nie. Was er een gemis? Wel, jy kan nie alles weet nie. Dat was nie Asher backstage, om ons te sê, kom jy moet teruggaan nie. Toe het Bauer ons gered, maar hy het dit nie uitgeswaai nie. Hoe belangrik is toekennings? Maak het nog saak of gaan het regtig oor die product wat jy in die atelier doen, Hunter? toekennings denk ek is lekker om te weet dat jy iets gedoen het wat mense waardeer. Jy weet, ek denk dit is baie cool. Ek is nie altijd seker hoe die Gumas se... Nee, dit is 90% een paneel en so 10% fanwit. Ek bedoel, die Gumas is obviously amazing. Ek seker hulle kies mense in die industrie wat weet waarvan hulle praat. Ja. Weet, so, wat is peers in Afrikaans? Een portiergroep. Oh, cool. Hey. Om van jou portiergroep af weet, erkenning te kry is great. Maar ek hou daarvan as die fans kan stem. Maar hulle stem seker in CD sales. Dit is natuurlijk die belangrijkste stem. En daar gaan het zelf niet te kruis nie, Peer. Toe julle ouens nou begin het met jy was, het jy regtig gedink, dit gaan so groot word? Jy weet, staan so en toe, weet nie hoe groot nie. Nee, dit was supposed om een project te wees op die kant. Hunter op die stadium was nog een politiekar, ja, en in Engelse groep Eking, en ek het gewerk vir Red Bull, so jy weet, dit was letterlijk net, kom ons maak liekies, kyk wat gebeur daarmee. En ek weet nie, toe dit aanhang gekry, en ja, die rest is geskiedenis. Het is baie moeilik om die klank te omskryf, so iewers tussen Nine Inch Nails en Coldplay, met so bietjie Nine Inch Nails, wow. Afrikaans baie geroer. Hunter, die een ding wat jy was fantastisch, baie goed regkry, en is baie moeilike ding om te doen. Jylle kan oopmaak vir Kings of Leon, en dan speel jylle by Skouspel, ook as twee baie, baie verskillende gehore, en albei gehore werk. Wat is dit in jylle werk, of sy klank, wat maak dit jylle wie die verskillende gehore kan aanspreek? Ek dink ons albums is redelijk uiteenlopend. Jy weet, ek dink ons het, soos wat jy ook gesê het, ons het klomp verskillende klanke en genres op ons albums. So, soort van om een vlieg met een algeweer te probeer doodskiet, jy weet, daar is definitief iets vir allemaal. Dit tref baie vlieg, in die stadium. daar is definitief iets vir allemaal daar, en jy weet, ons doen het bewustelijk. Ja. Wil verveel te raak met ons eie muziek. Ja, en ek dink jylle raak gauw verveeld. Willer is die Wildtuin was een weg, hoe succes, Peer. En jy was alles wat mal is, ja, so'n bietjie samenspeel, was lekker gewees. En alles wat mal is, precies diezelfde weer. Maar dit is toch een bietjie anders. Is daar een verskil in die klank wat jy kan omskryf? Ja, ons verduidelik het sekerlik as die eerste album en die tweede album en dan die derde ene is. Ja. Een samenvlekseling of samenvoeging van beide die eerste en die tweede album. Dit is het vir ons klink. Ek weet nie hoe die mense daar buiten voel. Maar kom ons kyk wat sê die mense, want ons het die volkslied saamgebring, nie die rechte volkslied, nie die hele volkslied. Hy lyk en klink so, kom ons kyk. Lyk nou baie pret. Maar ouens wat julle nou nog nie gehoor het nie, of wat julle gehoor het en wat julle wil sien, julle is op die oomblik op tour, dis die MK Skole Jam Tour. Is so pas klaar. En pas klaar. Blackberry. Was dit die Blackberry Tour? Het alles goed afloop, Hunter? Ja, uitstekend. Ek dink is een briljante vehicle. Jy weet, Blackberry sponsor basis ons, jy weet, afslag voor je van ons kant af, en al die sound equipment en je weet, alles wat alle logistiek rondom je wat te doen het. Jij moet niet gaan spelen.
Wel, die school met net kaartjes verkoop en al dat geld gaan voor die scholen. Maar allemaal winnen zo'n proces. Pierre, denk jij? Ik denk zo. Jullie staan ook in die zakenwereld met jullie etiket Supra Familias, wat albums uitgeeft, Jack Parra, jullie eigen albums. Zodat so, ze een beetje van die zakenwereld en heel wat van die muziek bij betrokken. Denk je dat ouwens of nieuwe muzikanten besef altijd dat je moet ook een bezigheidskop daarom zo even zijn? Wel, ik denk allemaal besef het, maar je weet, het is niet in elke kunstenaar zijn broek om hetzelfde te doen nie. Ja. En bestuurders is eil gesaai in die land. Mensen wat weet wat in het muziekbedrijf aangaan. Je weet, zoals jij kunstenaar is, verdien het weinig hetzelfde kunt doen nie. Het is baie moeilijk om iemand aan jouw kant te krijgen en te zeggen, ik weet, ik gaan jou helpen. Ja. Maar hierdie ding het net gekomen van ons wat gegaan het, wel ons wil van die snelweer afkom, uit die metropole uit, off the beaten track. Dat is wonderlijk, je weet het, andere ouders jullie ook kan zeggen. En ons gaan jullie helpen met te doen.